Goeiedag beste kijker en welkom bij deze tweede extra uitzending dit weekend naar aanleiding van de 50ste verjaardag van het Vlaams Parlement. We blikken terug op een halve eeuw politieke geschiedenis, maar we kijken vooral vooruit. Waar wil, waar moet dit parlement heen? En we doen dat met aan onze zijde politicoloog Karel De Vos voor de nodige duiding en commentaar. We hebben ook een politieke gast. Gisteren was dat Mieke Vogels van Groen, voormalig Vlaams minister en Vlaams parlementslid. En vandaag is dat Philip De Winter, zetelend parlementslid voor Vlaams Belang. En welkom aan mijn beide gasten, Karel De Vos en Philip De Winter. Meneer De Winter, u zit hier ook als parlementslid met de meeste kilometers op de teller. Hoe lang bent u al Vlaams parlementslid? Ik denk 28 jaar, met het dubbelmandaat erbij gerekend. Dat is een hele tijd. Ik heb dus de mogelijkheid om wat te vergelijken. Ik zit hier sinds ik denk het einde van de jaren 80 tot nu. Ja, de aanleiding is hier die 50ste verjaardag. Begon op 7 december 1971 met de Cultuurraad voor de Nederlandstalige Cultuurgemeenschap. Was nog ver voor uw tijd. We zijn nu 6 staatshervormingen verder. Hier is nu een volwaardig parlement met een eigen regering, volwaardige bevoegdheden. Is het voor u een verjaardag of zegt u, ja, goed en wel, maar voor ons is dit nog maar halfweg? Gemengde gevoelens. Het is natuurlijk een verjaardag, want de symboliek van het Vlaams parlement, die los van het federale parlement kan bestaan, is natuurlijk belangrijk. Hè? Dat mogen we niet ontkennen. Dus het is een verjaardag, zeer zeker. Maar gemengde gevoelens, omdat ik toch van mening ben als Vlaams nationalist dat er veel meer in zat. We hebben dit Vlaams parlement nooit gebruikt als een hefboom richting meer Vlaamse autonomie of laat staan Vlaamse onafhankelijkheid. Er is nooit een motor van dat onafhankelijkheidsstreven geweest. Men heeft het netjes ingekapseld, heeft er wat bevoegdheden gehouden en nu is het wat ingedommeld, vind ik. Wat ingeslapen. Het leidt ook een beetje naar zelfgenoegzaamheid. Men is heel druk bezig met die eigen bevoegdheden die heel technisch zijn. Maakt het parlement ook minder sexy dan het federale. Daar komen we wellicht nog op terug. Ja. En dat zorgt ervoor dat we, ja goed, oké, we spelen onze rol. Wat de bevoegdheden die we hebben betreft, maar we doen dat niet of onvoldoende wat betreft het inzetten op meer Vlaamse autonomie, wat ons betreft Vlaamse onafhankelijkheid. We gaan het hebben over die werking inderdaad en op welke manier het parlement en de parlementsleden hun werk meer impact kunnen geven of de rol van dit parlement. Nu, die rol hangt ook af van wat daar doorheen die staatshervormingen is afgesproken. En een eerste vaststelling is dat dit een zeer eigenaardig federalisme is. Het bestaat quasi nergens, dacht ik. Er is geen hiërarchie van overheden. Dit staat op hetzelfde niveau als het federale parlement en die andere regio's. Ja, dat klopt en dat is toch wel belangrijk. En mensen beseffen dat niet altijd. Ik denk dat veel politici het niet eens beseffen of zelfs nog maar weten. Maar er is de fameuze verklaring 51 van het Verdrag van Lissabon. Dat is ergens tussen 2007 en 2009 allemaal tot stand gekomen. Die ervoor zorgt dat dit wel een zogenaamd deelstaatparlement is, maar met de volheid van bevoegdheid. Dat betekent dat wij niet ondergeschikt zijn aan het federale niveau. Dat we ook internationaal rechtelijke verdragen kunnen afsluiten. Dat er geen hiërarchie is, zoals u al zei, tussen de parlementen in dit land. En dat is anders in bijvoorbeeld Catalonië, in Baskeland, in Schotland, in Wales, bij de Welshman en dergelijke meer. Daar is dat wel het geval. Dus wij hebben een unieke rol te spelen ook. En we moeten daar meer gebruik van maken van die bevoegdheid die we hebben. Om dit parlement zijn volledige rol van toch wel een staatshervormende en staatsvormende parlement te laten zijn, wat nu niet het geval is. Professor De Vos, is dat statuut van dat parlement, en je ziet wel dat men werkt met buitenlandse delegaties en zo meer, men maakt daar gebruik van. Maar is dat ook in de perceptie zo? Of denkt men bij de politiek nog altijd aan die federale regering, met daaronder dan die Vlaamse regering en zo meer? Wel, dat klopt wat meneer De Winter zegt. Het Vlaams parlement is eigenlijk, als je dat vergelijkt met andere deelstaatparlementen, een heel sterk parlement. Het feit dat het Vlaams niveau bevoegd is in het buitenland waarvoor het in het binnenland bevoegd is, is vrij uitzonderlijk. De Vlaamse bevoegdheden zijn de voorbije 50 jaar ook enorm gegroeid. En er is niemand anders dan de Vlaamse overheid bevoegd op de eigen Vlaamse bevoegdheden. Dus daar kan ze eigenlijk even krachtig als de federale overheid functioneren. Dat is theorie, zeg maar. Dat is wat er formeel het geval is. In de feiten is het helaas zo dat, als ik alleen maar kijk naar de wereld van de wedstrijd, watchers, er wel een soort pikorde is. Er is het federale niveau
En daaronder, wel dat dat dus formeel qua bevoegdheden niet klopt, maar daaronder in die hiërarchie, in die informele hiërarchie, staat het Vlaams niveau. Als je verslaggeving mag doen, dan zeg je, ja, ik mag het federale niveau doen. Dat klinkt als een promotie in vergelijking met als je zegt, ik mag het verslaggeving over het Vlaams parlement doen. Dat is niet alleen in de wedstraat zo, bij de wedstraatwatchers. Ik merk dat dat ook vaak bij politici het geval is. En ook in de algemene publieke opinie leven vele mensen nog met het idee dat het Vlaams parlement een soort van ja, zijparlement is, een onderafdeling bij wijze van spreken van het federaal niveau, wat dus helemaal niet klopt met als je kijkt naar de formele bevoegdheden. En ik denk dat is al een hele tijd zo. Ik zie dat ook niet heel snel veranderen. En ik vind dat dat ook voor een stuk aan het Vlaams parlement zelf ligt, dat die beeldvorming er zo is. Ik kom dadelijk naar het parlement zelf, maar ook, heeft ook corona daartoe bijgedragen? Want er is zo'n vehikel gecreëerd als het overlegcomité, waar toch minstens in de perceptie uiteindelijk de premier het woord voert en daarbij overkomt als de voorzitter van Absoluut. De vergadering. Tegelijkertijd hoor je nu zelfs over de energiepolitiek dat ook misschien naar een overlegcomité zou moeten gaan. Ja, ja, als je telkens het federale erbij haalt als uiteindelijke decision-maker, krijg je dit beeld. Nu, dat laatste verwees naar het pleidooi van Joachim Koens, CD&V-voorzitter, die na de weigering van de vergunning door mevrouw, zowel de Mier, minister de Mier, om dus die gascentrale in Vilvoorde te bouwen, zei, ja, we moeten die problematiek maar eens bespreken in het overlegcomité. Dat leek alsof een Vlaams partijvoorzitter zei, zijn partij behoort althans tot die regering, dat naar aanleiding van een beslissing van een Vlaams minister dit maar nog eens moest bekeken worden op het overlegcomité. Ja, je zou van een kwade geest kunnen getuigen en zeggen dat hij op die manier hoopte dat die beslissing daar nog ongedaan gemaakt kon worden. Ja, als een voorzitter van een Vlaamse meerderheidspartij al misschien ongewild die indruk geeft, wat wil je dan dat Jan Modaal denkt over dat Vlaamse beleidsniveau? En u heeft gelijk, in het crisisbeleid, we zitten in de federale fase, een soort van nationale ramp, dat wordt gecoördineerd vanuit het federaal niveau. Het is de eerste minister die het overlegcomité samenroept, hij beslist nu of niet. En dat heeft ertoe geleid dat ook in een aantal recente discussies mensen thuis de indruk krijgen, ja, dat Vlaams niveau moet in die hele coronacrisis, die toch een bijzonder ingrijpende existentiële crisis is, die moet eigenlijk gewoon volgen wat er op het federaal niveau gebeurt. Dus die perceptie ten nadele van het Vlaams niveau is door die coronacrisis inderdaad nog versterkt. Is dat dan pijnlijk voor die Vlaamse regering met Jan Bon in de cockpit, die eigenlijk hoopte, nog voor pre-corona dan, ervoor te zorgen dat dit parlement, dat dit beleidsniveau bij de Vlamingen zou achterblijven of overkomen als het eerste en het belangrijkste beleidsniveau. Dan plots heb je daar corona en dan trouwens eerst nog die eigenaardige constructie met die superkern met vergadering van voorzitters en zo allerhande. Het heeft er geen goed aan gedaan. Het is geen goede beurt geweest voor dat Vlaamse niveau. Ja, dat is natuurlijk het gevolg van het ingewikkelde federale structuur die dit land kent. Hè. Niet vergeten dat we hier hoeveel, 6 of 7, de Vos zal mij willen corrigeren, ministers hebben in dit land die bevoegd zijn voor gezondheid. Dat zorgt ervoor dat je een kluwen hebt en dat er uiteindelijk toch wel ergens één niveau moet zijn die de zaak coördineert en die de beslissingen neemt en de knopen doorhakt. Dit is het bewijs van het failliet van het Belgische federalisme en van het federale systeem, dunkt. En nog maar eens, geen pleidooi om te herfederaliseren en meer bevoegdheden aan het federale niveau te geven. Nee, dit is een pleidooi om meer bevoegdheden aan het lokale, aan de deelstaatparlementen, aan het Vlaamse parlement te geven. Ons de volheid van bevoegdheid te geven, zodat we in Vlaanderen een beleid kunnen voeren op maat van de Vlamingen. Ook wat gezondheid betreft. Dat is nu bij deze crisis niet gebeurd. En sommigen zeggen, ah, dan moet dat maar allemaal terug naar de federale. Ja, want elk heeft zijn eigen lezing. Het is juist omgekeerd. De ene zegt, dit vraagt om meer België. De ander zegt dan weer, dit vraagt om meer Vlaanderen. Het vraagt om minder België natuurlijk. Omwille van het feit dat de situatie in Vlaanderen en Wallonië, waar corona herhaaldelijk totaal verschillend is geweest. En wij in Vlaanderen soms de dupe waren van het feit dat er in Wallonië minder gevaccineerd werd, minder prioriteiten werden gesteld ter zake, en wij dat wel deden. En wij toch mee moesten in een federaal beleid dat niet op maat van de Vlamingen was. Dus dit pleit voor meer bevoegdheden voor Vlaanderen, voor volheid van bevoegdheid, niet het omgekeerde. Wel, dat is bij sommigen zeker het geval. Er zijn ook mensen die voor een herfederalisering van bevoegdheden pleiten. Er zijn ook mensen, Paul Magnet, die zeggen van ja, dat werkt eigenlijk prima. Dat federaal model werkt ook. Dat heeft hij bij u gezegd in het openingscollege. Werkt eigenlijk goed. Het is bewezen. Voilà, corona is geen reden om daar nu drastische dingen aan te wijzigen. Maar ook in deze gezondheidscrisis heeft het Vlaams parlement, of Vlaams niveau tenminste, heel belangrijke bevoegdheden. En ik vind het een gemiste kans ook voor het Vlaams beleidsniveau dat ze ook in deze coronacrisis er niet in geslaagd is om dat met een zekere prominentie naar voren te schuiven. Vaak doet men alsof
het aan de bevoegdheden ligt dat in de beeldvorming dit Vlaams niveau een soort ondergeschikt niveau is ten aanzien van het federale. En natuurlijk is er, als er in de clash tussen Franstalig en Nederlandstalig in de federale arena, dat geeft altijd een zekere spektakelwaarde. En als het gaat over belastingen bijvoorbeeld, of over sociale zekerheid, pensioenen, evident is daar een groot, zwaar debat aan. Maar ook als je kijkt naar de Vlaamse bevoegdheden, als je vraagt aan mensen, wat is in uw leven belangrijk? Ja, dan zijn heel veel mensen zullen zeggen, onderwijs. Ja. Het huis waarin we wonen, hè, de tuin, de omgeving, de buurt, de stad, het dorp, de verkeersveiligheid, de natuur, heel veel dingen, de economie, heel veel dingen die mensen belangrijk vinden, die zeer tactiel, die heel tastbaar zijn, wel, daar is het Vlaams beleidsniveau heel belangrijk voor. En toch bestaat het idee bij velen dat die Vlaamse bevoegdheden wat minder belangrijk zijn dan de federale. Ik vind dat eigenlijk, als je dat puur intellectueel bekijkt, onterecht, en ook als je naar de gevoelswereld van mensen, wat mensen echt belangrijk vinden in het leven, ja, daar heeft die Vlaamse overheid heel veel over te zeggen. En toch slaagt zij er niet in, die Vlaamse overheid, om aan die Vlaamse burger te tonen hoe belangrijk zij op sommige momenten wel is. Ook dus niet in de coronacrisis. Komt dat omdat bepaalde bevoegdheden die nog federaal zitten, dat die meer de emoties beroeren, de grensbevoegdheden, immigratie, justitie, rechtvaardigheid, sociale zekerheid, en dat meer betrokkenheid op. Maar ook, bijvoorbeeld als je over migratie spreekt, inburgering, integratie, daar heeft Vlaanderen heel veel in te zeggen. En als er zware discussies zijn over de multiculturele samenleving, dan ga je dat veel vaker op het federaal niveau zien, asiel bijvoorbeeld, dan in het Vlaams parlement. Dus het ligt wel een stuk aan de bevoegdheden, maar de Vlaamse bevoegdheden, daar zijn veel partijen over die daar allerlei verschillende ideeën over hebben. Al heb ik soms de indruk dat ze vaak veel minder passioneel met overgave die standpunten willen verdedigen als het gaat over Vlaamse thema's in vergelijking met federale. Ik denk dat het stuk aan het Vlaams parlement zelf ligt dat die perceptie over het ondergeschikt parlement bestaat. Ja, meneer De Winter, dat zijn allemaal stevige thema's, van wonen tot milieu tot verkeersveiligheid, waar vele mensen een gedachte over hebben. Maar als het hen niet raakt, ligt het misschien ook aan de manier waarop over die zaken wordt gesproken, gedebatteerd hier. Te weinig, ik hoor hier het woord passie van, politieke passie. Te weinig politieke métier, ook in het Vlaams parlement. Ik bedoel, laten we daar niet flauw over doen. De toppolitici kiezen te gemakkelijk en te dikwijls. Zeker voor wat het parlement betreft, de regering is iets anders. Voor het federale niveau. Is dat nog altijd zo? Dat, ook, is zo. Dat is zo. Bij Vlaamse journalisten ligt dat misschien anders, omdat wij vinden dat dit het enige parlement is van ons land. Maar bij vele andere partijen is dat niet het geval. En dan krijg je natuurlijk parlementen die bevolkt worden met creaturen uit de partij, senakels en aanverwante organisaties die vooral technische bevoegdheden hebben. En dit parlement is wel een beetje technisch natuurlijk. Maar dat is natuurlijk ook belangrijk. Ja. Op een bepaald moment zal een technische maatregel bepalen hoe dat je straatverlichting eruit ziet en welke groenzones. Ja, maar het zijn niet altijd de meest sexy onderwerpen en ze lenen zich niet altijd tot grote ideologische debatten. Ja. De grote ideologische debatten, die zitten natuurlijk veiligheid, sociale zekerheid, immigratie, buitenlandse politiek. Ja, daar kom je tot ideologische confrontaties in het parlement die passie opwekken, die met emotie gepaard gaan. En terwijl hier gaat het over technische dossiers, hè, straatverlichting bijvoorbeeld, de energiewaarde van een huis, noem maar op. Dat is niet sexy en dat is ook niet direct het grote ideologische debat dat daarover kan of zal gevoerd worden. Maar dan is men eigenlijk met de bevoegdheden zoals ze hier nu zijn, is men gedoemd om een technisch parlement te zijn, of zou je... Wel, ik weet het niet. Ik volg meneer De Winter dan niet helemaal. Wel op het punt dat er hier heel veel technische bevoegdheden zitten. En ja, die hebben een eerder zakelijk karakter dan hoge ideologische strijd. Maar ik vind dat de neiging in het Vlaams parlement om zaken te verzakelijken, om ze zo objectief technisch mogelijk te benaderen, is een onderdeel, denk ik, van de cultuur van dit huis. En dat werd ooit voorgesteld als in het Vlaams parlement gaan wij dingen rustiger, meer onthecht, zakelijker Nederlandser aanpakken. Serener en noem maar op. Allemaal mooie dingen. En dat is, ik denk dat dat een prachtig streven is. Maar dat is denk ik een beetje uitgedraaid in vooral saai en ontdaan. En er was op sommige momenten, meneer De Winter zegt, het ligt ook aan een stuk aan het politiek personeel. Er was ook soms hoop, want er zijn een aantal mensen ook van het federale naar het Vlaams niveau gekomen. Er zitten hier Con Rousseau, partijvoorzitter, Gwendolyn Rutte, een ex-partijvoorzitter. Er zitten een aantal mensen die op sommige momenten op het hoogste politieke niveau hebben gefunctioneerd. En ik herinner mij nog, bij elke verkiezing, als je een aantal van die transfers richting Vlaams parlement ziet, dat dan
dan de hoop opleeft. Aha, die transfer van een aantal topspelers zal dat niveau in dat politiek parlement, in dat Vlaams parlement liever wat optrekken. Maar dat gebeurt eigenlijk niet. Die individuen, als je ze transfereert, zeg maar, naar het Vlaams parlement, die kunnen dat niet, omdat hier een stuk ook, ja, hoe moet ik het noemen, de parlementaire cultuur anders is. En je kan daar ook als gedreven parlementslid, zoals meneer De Winter er een is, je kan dat niet optrekken. Ik kan niet zeggen, het is ook, dat is ook vrij logisch, omdat je hier zit, met één regio, minder partijen. Hier rechtover in het federale parlement heb je alle Belgische partijen, 12-13 partijen. Je zit met twee taalgroepen, ook nog een Duitsstalige, maar een Franstalige tegenover Nederlandstalige. Ja, het kan niet anders, of er is ginder meer, meer drama. En meer, maar er is tussen Vlaamse partijen vaak veel meer onderling verschil dan je zou denken als je een aantal discussies in het Vlaams parlement volgt. Allee, er is natuurlijk een enorm verschil tussen wat Vlaamse en Franstalige partijen over heel wat dingen denken. Maar laten we de binnen Vlaamse diversiteit over opvattingen is ook zeer groot. En die komt vaak niet ten rechte of niet tot uiting in dat Vlaams parlement. Het klopt, hè, dat als je die communautaire dimensie in je parlement hebt, ja, dat geeft dan meer vuurwerk. Maar ook zonder is er meer inhoudelijke discussie mogelijk dan in het Vlaams parlement soms getoond wordt. Nu, de kracht van een politiek debat wordt ook bepaald door die kracht van de oppositie, de taille ervan, hoe groot is die. Nu, je hoort wel bij vriend en vijand van oppositie dat die bijvoorbeeld deze legislatuur vrij sterk is. Je hebt ook aan de uitersten de PvdA, aan de andere kant een groot Vlaams Belang. Zou jij kunnen zeggen met je ervaring van ja, het debat is de voorbije jaren wat pittiger, wat heftiger dan voorheen? Of is mijn blik te kort? Door de intrede van de PvdA krijg je natuurlijk op de twee flanken sowieso een meer uitgesproken standpunten en dus een grotere confrontatie. Dat is goed voor het debat. Waarmee ik niet zeg dat ik de PvdA in deze verdedig of steun. Maar het is een boeiend debat. Maar het is goed voor het debat. En goed voor de democratie, een beter debat. Het is goed voor de democratie. Ja. Met uitgesproken standpunten weet je tenminste waaraan en waaraf. En dan dreigt het middenveld natuurlijk wel een beetje de mist in te gaan wegens onvoldoende profiel. Maar natuurlijk, het grote probleem is, kijk, het Belgisch federale parlement is voornamelijk toch een Latijns geïnspireerd parlement. Altijd geweest. En wij zitten meer op die andere, meer noordelijke richting. Wij inspireren ons meer op het Nederlandse model. Waarom ook? Omdat natuurlijk dit parlement anders wou zijn dan het Belgische parlement. Wij moesten tonen dat wij geen oeverloze praatbarak waren, maar dat wij ons bezighielden met de dingen waar het echt over ging. En dat op een zakelijke, efficiënte manier deden. Maar die slinger is een beetje te ver doorgeslagen, waardoor het parlement soms toch wel de indruk wekt van een veredelde gemeenteraad te zijn. En dat mag niet de bedoeling zijn. Maar het heeft ook voor een stuk te maken met de leiding van zo'n parlement natuurlijk. Welke richting willen we uit? Hoe gaan we die debatten intensifieren? Hoe kunnen we dat krachtiger en beter maken? Als ik alleen nog maar kijk naar wat iedere woensdagmiddag zich hier afspeelt en het enige venster op de samenleving meestal is van zo'n parlement, is het vragenuur. Het federaal parlement, een minuut, een vraag, een minuut antwoord, repliek, gedaan. Hier wordt dat oeverloos, waar alle partijen nog eens hun mening moeten zeggen. We zijn een kwartier bezig voor een vraag en een antwoord. Hopeloos voor commentatoren van Villa Politica en Vlaams Parlements-TV. Want na 5 minuten is iedereen weggezapt. En ook ondanks stappen die huidige voorzitter Lisbeth Homans daar gezet heeft om die debatten meer in de hand te houden. Zijn ook de actuele debatten of hoorzittingen in commissies. Zijn toch allemaal middelen, instrumenten om dat wat te stroomlijnen, wat pittiger, wat beter te maken. Maar nog werk aan de winkel? Er is nog veel werk aan de winkel. En we moeten toch proberen om het debat niet te schuwen. Hè? En concrete confrontaties ook verbaal mogelijk te maken. Dat niet onmiddellijk de kop in te drukken. Dat moet allemaal kunnen. Daar is een parlement voor. Hè. Uit de confrontatie van ideeën groeien nieuwe ideeën. En in een parlement is dat zeker zo. En ik behoor misschien nog tot die oude stempel parlementsleden. Die vinden dat het zout op de pataten is. Hè. Ik bedoel, dat is het parlement. Zitten we met nogal wat technische mensen. Die komen uit allerlei lobby's en belangenorganisaties. Die vooral hun agenda willen naar voren schuiven. En dat doen op een zeer technische, onderlegde en efficiënte, maar een zeer technische manier. En dan is er bijvoorbeeld ook voorzitter Lisbeth Homans die de parlementsleden oproept
om minder technisch te gaan, ook minder het nieuws achterna te hollen, de kranten te citeren op het spreekgestoelte, maar om zelf nieuws te maken. Je vastbijten in een dossier, daar geduldig aan werken en zelf nieuws te maken, opdat journalisten naar jou toe komen. Ja. Dat soort bewegingen. Ja, we hebben het gisteren ook gehad, toen we zeiden, dit parlement zou het ook anders kunnen werken. Wat is een goed parlementslid? Er zijn vele soorten goede parlementsleden. Nu, ik vind dat, wat meneer De Winter terecht zet, het zout op de patatten moet er zijn. Natuurlijk mogen we een parlement niet reduceren tot, laat maar zeggen, de spektakelwaarde in de plenaire setting op woensdag of op donderdag hier rechtover. Dat mogen we niet doen. Want een parlement moet veel meer doen, bijvoorbeeld de regering goed controleren. Dat gebeurt in diepte meestal eerder in commissies dan plenaire. Je moet goede decreten schrijven, goede resoluties maken om het beleid in een bepaalde richting uit te sturen. Er is zoveel dat kan gebeuren, los van die spektakelwaarde. Maar je moet ze, als ik ze zo mag noemen, je moet ze ook hebben. Mensen moeten de begeestering voelen, mensen moeten de passie voelen. Het zout op de patatten. Je moet parlementsleden zien, horen, die passioneel een zaak bepleiten. Het gevoel dat in de bevolking leeft. Want het parlement komt van het woord parler, van het Frans praten. Het verbale, het tot uiting brengen van wat leeft bij de bevolking, dat volksvertegenwoordiging, dat is een heel belangrijke functie van het parlement. Kan ook een zekere druk in de samenleving wegnemen. Geeft aan burgers het signaal, het parlement is ermee bezig, want ze hebben het erover. Als er in de straat in de bevolking iets gebeurt wat voor consternatie zorgt, dan is het goed dat het parlement daarover praat. Want dan heb je in de samenleving het gevoel, de vertegenwoordigers, het bestuur, het beleid is daarmee bezig. En dat wil niet zeggen dat je alleen maar het nieuws moet volgen, maar mee zijn met de actualiteit is wel belangrijk. Hè? Daarnaast vind ik inderdaad dat het zo is dat parlementsleden vaak te veel kijken wat staat er in de krant, hè? Wat is er maandag en dinsdag verschenen, waarover gaat ter zake of de afspraak bij wijze van spreken, en daar stellen we dan een parlementaire vraag over. En dat is heel jammer. Hè? De parlementsleden volgen het nieuws en eerder dan omgekeerd. En dat zou toch veel meer gekeerd moeten kunnen worden. Ja, dat klopt, maar er is nog een element natuurlijk. Hè. Dit parlement heeft ook wat schrik om zich uit te spreken over de dingen waar we zogezegd niet over bevoegd zijn. Hè. En dit parlement is een tijd lang nog steeds overigens gebruikt geweest als een soort van, hoe moet ik het zeggen, een zoethouder voor Vlaams gezinden. Dus je kijk, je hebt nu toch je parlement. Zijn nu maar braaf en koest. Daar heb je je symbool en dat zorgt er nu voor dat er verder geen stappen moeten gezet worden. Richting meer autonomie en zelfstandigheid. Dit parlement, het Vlaams parlement, de voorbije 50 jaar is dat toch wel herhaaldelijk zo geweest, als een soort van zoethoudertje voor iedereen die streeft naar meer Vlaamse autonomie. Dat was misschien ook de bedoeling ervan. Hugo Schilds zei in 1995 dat de Vlaamse beweging, de rol ervan werd vervuld toen door de klassieke taal- en cultuurverenigingen, dat dit parlement dit moest en zou overnemen. Dat is niet echt gebeurd. Hè. Integendeel, dit parlement is eerder een stop op de fles geweest dan omgekeerd. Het is niet de motor naar meer zelfstandigheid. En dat betreur ik zeer. Nu, als ik nog maar kijk naar bijvoorbeeld wie weet nog wat ze zijn. Ze zijn jonge parlementsleden vrouwen. Ze horen het in Keulen donkerder, denk ik. Maar in 1995 hebben we die vijf resoluties voor Vlaamse homogene bevoegdheidspakketten gestemd. De tijd van wat is daar vandaag zoveel jaar later uiteindelijk van gekomen? We zijn 25 jaar later, 26 jaar later, niks. Ik bedoel, we zitten nog altijd met zeer verdeelde bevoegdheidspakketten die ervoor zorgen dat mensen ook een kluwe vinden, die politiek, en men nauwelijks nog weet wie is voor wat bevoegd. En kijk naar die sociale zekerheid, naar belastingen en dergelijke meer. Het zit nog allemaal op verschillende niveaus. Er zit geen schot in de zaak. En wat mij zeer frustreert, is dat we nu met een Vlaams Nationale Partij, want dat is de N-VA toch. Hè? Als je in artikel 1 van uw statuten zegt dat Vlaamse onafhankelijkheid uw doel is, mocht u toch profileren als een Vlaamse Nationale Partij. Met een minister-president die een vriend van mij is, maar een politieke concurrent, Jan Bon, die ik daadkracht verwijt en leiderschap verwijt, dat daar niks gebeurd is. Maar helemaal niks. Om ervoor te zorgen dat dit parlement en die Vlaamse regering uiteindelijk de motor is in de richting van Vlaamse zelfstandigheid. Dat verwijt ik Jan persoonlijk, maar ook politiek. Maar daar hoor je dan weer, die ambities waren wel groot en ze wilden dat Vlaamse niveau fors in de markt zetten. En corona. En dan zitten we weer bij het overlegcomité en die structuur van weleer. Waar, maar mijn hart bloedt als ik Jan Bon daar op die persconferenties na dat overlegcomité als een soort vazal van die federale leenheer die dan de kroo is, zie zitten. Dan denk ik,
Dat maar kan toch niet de bedoeling geweest zijn van ons als Vlaams nationalisten om uiteindelijk daar terecht te komen. Dan zitten we weer in die val van het overlegcomité. Ja, maar ik denk, corona fietst daartussen, absoluut. Maar ik denk dat niet dit Vlaams parlement belet om in stilte, achter de schermen, partijbreed, te werken aan een visie op de komende 50 jaar. Dat doet het, hè? Daar is mee goed, bezig. Ja, voilà. Goed, maar dat moet dan blijken, dat het resultaat van die arbeid moet dan ambitieus uitstralen en we zullen dan oordelen, hè, want nu corona verklaart een en ander, maar is niet het excuus om volledig afwezig te zijn in dat debat. Ik wacht met grote interesse op wat het Vlaams parlement ter zake voorstelt en produceert. En dan zal blijken, of wat meneer De Winter zegt, wat ik ook deel, dat het niet de motor is van nieuwe Vlaamse zelfstandigheid en autonomie. Dat is niet het geval. Dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat heel veel partijen in dit huis dat ook niet echt willen. Hè. N-VA en Vlaams Belang die hebben een zeer groot aantal parlementsleden, maar net niet genoeg bleek bij de formatie om die meerderheid. Er zijn dus veel partijen die dat misschien niet zo belangrijk vinden als meneer De Winter. En ja, dat blijkt ook in de praktijk. Maar daar lacht de toekomst ons toe natuurlijk. Hè. Wij wachten met spanning op 2024, de volgende verkiezingen, waar ik denk dat Vlaams Nationale Blok, om dat woord dan te mogen gebruiken, waar het hart van vol is, loopt de mond van over, maar dat dan gestalte kan krijgen. En dan is het momentum van dit parlement gekomen. Als N-VA en Vlaams Belang samen een meerderheid hebben in dit parlement, en daar zijn we maar een zetel of 5-6 van verwijderd, ik ben ervan overtuigd, volgende verkiezing kan dat lukken. Als we dan natuurlijk die toekomstvisie die we samen hebben kunnen gestalte geven, hier, in dit parlement, op basis van die unieke bevoegdheden waar we in het begin van dit programma het over hadden, ja, dan schrijven we geschiedenis met dit parlement. En dan is na 50 jaar ons moment eindelijk gekomen. U schreef ook al de voorbije weken dat de volkswoede die er is over de aanpak van die coronacrisis momenteel, dat kan leiden voor de klassieke partijen tot een perfecte storm, een storm die zijn partij wind in de zeilen geeft dan? Ja, ik denk het wel, ja. Het is vroeg dag nog, hè. 24 ligt nog enkele jaren van ons verwijderd. Maar als je ziet wat er nu gebeurt en de teneur meet, ook het vertrouwen in de politiek is, dat is eigenlijk een afstraffing van het politieke beleid. Als je ziet hoe diep het vertrouwen weggezakt is, dan zit dat er aan te komen. Het is al een hele tijd dat ook in de peiling doet de partij van meneer De Winter het onafgebroken goed. Nu, één ding, ook als in 24 dat zou voor een stuk realiteit worden en N-VA en Vlaams Belang hebben samen die meerderheid in het Vlaams parlement, dan is het zeer de vraag wat N-VA daar dan mee doet op dat moment. Hè. Maar twee, stel dat er dan ook een regering komt, een Vlaamse regering met N-VA en Vlaams Belang, ja, dat maakt, denk ik, de N-VA persona non grata op het federaal niveau, bij alle Franstaligen en waarschijnlijk ook een aantal Vlaamse partijen. En dan wil ik nog wel eens zien hoe men op het federaal niveau, waar, dat is nu eenmaal hoe onze grondwet dat voorschrijft, waar die staatshervorming moet georganiseerd worden. Dat zou kunnen dat uit een soort van reflex tegen wat er in het Vlaams parlement gebeurt, men daar alles barricadeert, hè, en dat er van een staatshervorming geen sprake meer is. Maar daar heb je dan Bart De Wever, die verwijst naar deze zomer in een interview de coup van Loppen. Men zegt, ja, er is een moment dat we eigenlijk voorbij die grondwet moeten stappen. Die grondwet mag democratie niet tegenhouden. En dan komen we bij wat u schetste, Vlaanderen, dat gulzig zijn bevoegdheden zou moeten interpreteren en zelf de stap zou moeten zetten als je een meerderheid hebt, 50+1. Nog nooit is een staat onafhankelijk geworden door de grondwet van de vorige staat waarin men gevangen zat te respecteren. Hè. Ik bedoel, dat is in 1830 bij het ontstaan van België ook niet gebeurd. Dan heeft men de toenmalige Nederlandse grondwet naast zich neergelegd en via een zelfs gewapende revolutie uiteindelijk gekomen tot stand komen van dit land. Ik pleit daar niet voor, laat dat duidelijk gezegd zijn. Maar wij moeten inderdaad op een bepaald moment grondwetten van landen die ons feitelijk toch vijandig gezind geweest zijn de voorbije 170 jaar. Zoals België, dat was ten opzichte van de Vlamingen, naast ons neerleggen. En dit parlement, dat heb ik in het begin van mijn betoog willen schetsen, heeft daartoe de bevoegdheid uniek ten opzichte van ieder ander deelstaatsparlement. Laten we dat maximaal benutten en gebruiken om de hefboom te zijn, de motor naar meer Vlaamse zelfstandigheid of in het ultieme droomscenario wat mij betreft Vlaamse onafhankelijkheid. Ziet u het gebeuren, Vlaanderen op die manier demareert naar het scenario van die coup, een shocktherapie? Ik zie het niet gebeuren, ook om te beginnen, meneer De Wever stuurt verschillende signalen tegelijkertijd uit. Hij verwijst niet alleen naar het akkoord van Loppem, namelijk buiten de grondwet om. Terzelfde tijd zegt hij, ja, maar N-VA zal niet zorgen voor een revolutie, N-VA zal niet zorgen voor een onstabiel klimaat. Hè. Dus hij stuurt tegelijkertijd twee verschillende boodschappen uit.
En ik denk, we zullen ook gaan zien wat de N-VA op dat moment, de N-VA in 2024, wie is dan aan zet, wie heeft dan de leiding. Ik weet dat niet, we gaan daar nog moeten afwachten. Maar ik denk dat er ook binnen N-VA toch heel wat mensen zijn die dan op de rem zullen staan. En die dit soort van, laat me nu een avontuur noemen, of risico niet zullen willen nemen. Omdat zij ook nog in provincies en elders als gevestigde beleidspartij een rol willen spelen. En eigenlijk niet mee willen in die, laat me een revolutionaire strategie van het Vlaams Belang stappen. Ik vrees dat dat scenario niet zal gebeuren. Nog los van de juridische, technische kwesties. Hè. Ik bedoel, het is niet zo evident om buiten de grondwet om dat te realiseren. Hè. Revoluties zijn meestal verstandige evoluties. Hè. Wie had begin de jaren 80, toen ik nog een jong parlementslid, jonge man was, nog niet eens parlementslid, durven denken dat in 89 de muur zou vallen, de Sovjet-Unie in elkaar zou stuiken, het communisme in Europa zou verdwijnen. Niemand. En toch is het gebeurd. Omdat een kleine minderheid van dissidenten in Oost-Europa die kar hebben getrokken tegen alles en iedereen in. En dat moet uiteindelijk toch een voorbeeld zijn voor wat wij kunnen op een bescheiden manier in Vlaanderen realiseren. Ik geloof in die droom en ik weet dat revoluties uiteindelijk gebouwd worden op de inzet van een kleine minderheid, nooit van een grote meerderheid. En in een democratie is het die kleine meerderheid die het verschil maakt. Maar ik wou u vragen, binnen 50 jaar, als we hier dan zitten, hopelijk bij leven en welzijn nog, bestaat er dan nog een Belgisch parlement? En wel, om in de interessante vergelijking van meneer De Winter te treden, die revolutie, die afbraak van de muur, was omdat onder andere Gorbachev de glasnost en de perestroika had ingezet. En dat heeft eigenlijk een soort van vrijheid gecreëerd van mensen om die muur af te breken. Ik denk op dit moment, ik kan het onmogelijk voorspellen, maar is dat idee binnen België om die poort open te zetten naar die Vlaamse onafhankelijkheid, die bestaat niet. Op dit moment niet. En binnen 50 jaar, ik weet het niet. Als je ziet hoeveel evolutie dat Vlaams parlement heeft meegemaakt de voorbije 50 jaar en je trekt die lijn door, dan is dat een enorme breed bevoegdheidspakket. Maar je mag de geschiedenis niet zomaar doortrekken. En dus die fout kunnen we niet maken. En wat vooral van belang is dat het Vlaams parlement eerst zelf op basis van de bestaande bevoegdheden toont dat zij niet alleen de jure, maar ook de facto een volwaardig parlement is. En dan ga je veel meer draagvlak creëren bij de mensen dan op dit moment, denk ik. Ja. Ik moet hier afronden, heren. Ik wil jullie allebei bedanken. U met uw lange ervaring, 28 jaar als Vlaams parlementslid, Philip De Winter en Karel De Vos, voor de 2 dagen duiding om uw licht te laten schijnen op alles dat hier werd gezegd. Zeer bedankt. Met plezier. En u ook, beste kijker. We hebben nu een aantal gesprekken, boeiende gesprekken, voorgeschoteld. Aanleiding is die 50ste verjaardag van het Vlaams parlement, 7 december 1971, een halve eeuw geleden. Volgende week zijn we opnieuw terug met onze wekelijkse programma's, het gesprek en studio Vlaams Parlement. Vanuit deze nieuwe studio, ik hoop dat u hem ook mooi vindt. We zien u graag dan volgende week terug.